Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Van harte een zalige hoogdag toegewenst u allen die deze morgen hier bijeengekomen zijn om met elkander op het hoogfeest van de tenhemelopneming van Maria met elkaar de Eucharistie te vieren, te luisteren naar het woord van ons dat uit de Bijbel wordt voorgelezen en om met elkander dan de Eucharistie te vieren. We mogen hier ook vandaag een Italiaanse confrater begroeten uit Milaan, Benvenuto in Lovania, in Leuven, en dat wij met hem en met de hele gemeenschap, met heel de wereld, met alle katholieken over de hele wereld, dit wonderlijke feest midden in de zomer met elkaar mogen vieren. Maar willen we eerst deemoedig om vergeving en om genade bidden. Wij zijn wel mensen die het goede willen, maar het daarom nog altijd niet doen. En iedere keer wanneer we samenkomen vooraf, willen wij zeggen, ik belijd dat wij ook maar zondige mensen zijn. Heer Jezus, omwille van ons heil uit Maria geboren, leer ons mens te zijn naar uw beeld. Heer, ontferm u over ons. Die zonde en dood hebt overwonnen. Breek de macht van het kwaad in deze wereld. Christus, ontferm u over ons. Christe eleison. Christe eleison.
bij de Vader een plaats hebt bereid. Vervul ons ook nu al van uw leven. Heer, ontferm u over ons. Kyrie Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Deprecationem nostram. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis ad exteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei patris, amen. Gloria, ons bidden. God, uw almacht reikt veel verder dan de tijd die ons is toegemeten. Zo hebt gij de onbevlekte maagd en moeder Gods uitverkoren en hemelhoog verheven
en haar doen delen in uw heerlijkheid. We vragen, wil ook ons tot u verheffen, dat wij zoals Maria die nu verheerlijkt is, altijd met u verbonden blijven in de gemeenschap van de heiligen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. De eerste lezing is uit de openbaring van de heilige apostel Johannes. De tempel van God in de hemel ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ze was zwanger en kreet in haar weeën en baarmoedersnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken. Een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra ze gebaard had haar kind te verslinden. En ze baarde een kind, een zoon, die alle volken zal wijden met ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar ze een plaats heeft door God bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen, nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Dit was de eerste lezing. Geeft hij God.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding van de doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven, maar ieder in een eigen rangorde. Als eerste en voornaamste Christus. Vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde, wanneer Christus het koningschap aan God de Vader zal overdragen, nadat hij alle heerschappijen en alle machten en krachten zal hebben ontroond. Want het is vastgesteld dat hij het koningschap zal uitoefenen, tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Dit was de tweede lezing. We recht staan voor het evangelie. Alleluia, 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 alleluia. Van de Heer, leven en heil voor ons. Alleluia, 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 alleluia. De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak:
Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed. En heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar hij verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, indachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij Elisabeth gebleven was, keerde zij naar huis terug. Alleluia. Ik heb gisteren voormiddag een moeder van 6 kinderen begraven. 3 jongens en 3 meisjes. Ze was nog geen 68 jaar geworden. En het was een hartverscheurende belevenis. Kinderen die hun moeder ten grave dragen. En wellicht hebben een aantal mensen hier dezelfde ervaring al meegemaakt als je je eigen moeder moet begraven. Tussen een moeder en kinderen is er een speciale band. Is er iets wat dat je moeilijk kunt omschrijven. Professor Verhagen van de Universiteit van Gent, die heeft daar een mooi boekje over geschreven. Over de speciale band tussen een moeder en haar kinderen. Daar kan niemand anders aan uit. Iedereen is daar dan een buitenstaander van. Iedereen begrijpt dat ook moeilijk. En dat is inderdaad zo. Er is zo'n hele speciale band tussen moeder en kinderen. Toen ik in der tijd directeur in het college was, dan wanneer dat er examens of wanneer dat de rapporten moesten uitgedeeld worden, dan kwam gewoonlijk ook de moeder dat rapport mee afhalen. En nu mocht dat nog zo'n slecht rapport zijn. De moeder verdedigde haar zoon of haar dochter. Want haar kind, dat kon niet dat hij slechte punten had. Dat kon niet dat het een slecht rapport had. Want dat kon niet. Haar eigen kind, dat was het slimste en het mooiste kind van de hele wereld. Een moeder is als een leeuwin die zich voor haar kinderen gooit. Die haar kinderen verdedigt tot op het einde. En wanneer je afscheid moet nemen, zoals gisteren, met die moeder, dan waren die 6 kinderen, er waren die hartsgrondig droevig gesteld. Ze konden geen afscheid nemen van hun moeder uit wie zij geboren waren. De band die doorgeknipt was, was zo hecht dat hij bijna niet doorgeknipt kon worden. Ik denk, goede vrienden, dat wanneer wij over Maria praten, het eigenlijk over dezelfde manier van doen gaat. Jezus en Maria, die zo verknocht waren aan elkander, Maria en haar zoon, die van in het begin geloofde in de zending en in de missie die haar zoon had. En er is dus ook niks tussen te krijgen, geen speld tussen deze twee, tussen Maria en Jezus. Johannes in zijn visioen, in de eerste bijbellezing die wij vandaag gehoord hebben, Johannes in zijn visioen vertelt over die wereld die ten onder gaat en een vrouw die komt, om het, zouden ze zeggen in het Vlaams, om het allemaal op te kuisen. Ze hadden inderdaad in het begin heel wat meegemaakt, dergelijke, de eerste christenen daar. Ze hadden heel wat meegemaakt. En het was nog niet gedaan, want het ergste moest nog komen. Ze moesten om hun geloof, bij manier van spreken, heel wat doorstaan. En er zal wel eens een tijd komen wanneer dat het anders zou gaan, zag Johannes in zijn visioen. Een tijd
waarin dat die vrouw het drugs op zijn plooien zou brengen, waarin dat de christelijke gemeenschap kon leven. Het is die teneur die ook door Maria gesproken wordt wanneer we in het evangelie van Lucas het wondere Magnificat lezen. Rechtvaardigen zullen beloond worden. De heersers zullen ter neergedrukt worden. De geringen zullen verheven worden. Het is die boodschap, het is die teneur die Maria vertelt aan Elisabeth en dus aan ons allemaal. Omdat het de woorden van Jezus zelf zijn. Omdat zij zo dicht bij Jezus was, waar dat ze was geen spel te krijgen tussen de zending van Jezus en de woorden en de zending van Maria. En het is misschien daarom, zusters en broeders, dat de volksdevotie tot Maria zo groot is geweest, altijd, van in het begin. Omdat mensen zich herkennen in deze vrouw. En misschien dat ze zeggen, zoals men tot een moeder gaat om iets te bekomen van haar zoon, dat men zegt, we willen het aan Maria vertellen. Die is misschien meer toegankelijk. Maria en Jezus zijn tenslotte één. Zij horen bij elkaar. Dit hoogfeest van de tenhemelopneming van Maria mag dan al gediscuteerd worden doorheen de dogmaverklaring in 1950 van Pius XII, waarin dat hij nogal letterlijk bijna zegt dat na dit aardse leven Maria opgenomen is in de hemelse heerlijkheid, hoe dat we dat ook dat tegenwoordig allemaal moeten gaan vertellen en vertalen. We weten dat uit de Korintiërbrief uiteindelijk alle mensen geroepen zijn om over de grens van de dood heen te leven. Misschien in een bepaalde volgorde, zoals Paulus zegt, maar iedereen, dus ook Maria en wij met z'n allen. Willen wij in die zin het hoogfeest van Maria met elkaar vieren? Een welgemeend proficiat aan alle mensen die naar de naam van Maria genoemd zijn, zoals er zoveel in Vlaanderen genoemd worden naar Maria. En alle moeders misschien, omdat het deze dag ook een beetje de moederdag is. De helft van deze samenleving die zo verbonden is met hun eigen kinderen, waar dat zij voor vechten tot bijna op het einde. Willen wij in die zin met elkander vandaag samen zijn, de Eucharistie vieren. En met elkaar zo ons geloof ook vandaag hardop opzeggen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterkant van Gods en Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen. Laat ons dan nu bidden. Voor onze kerk, voor al onze medegelovigen en voor onszelf. Dat Maria ons allen ook in deze dagen mag voorgaan in geloof en in trouw. Dat wij zo onze wereld dichter brengen bij wat God voor ogen staat. Laten we bidden. Te rogamus audinos. Voor vrouwen die onderdrukt worden en misbruikt. Voor alle die moeten leven in mensonwaardige omstandigheden. Dat de bede van Maria eindelijk verhoord wordt. Bevrijding en toekomst ook voor de kleinste en geringste. Laten we bidden. Voor de vele mensen die zich met hun vragen en zorgen tot Maria wenden. Dat zij bij haar steun en bemoediging vinden en door haar gesterkt worden op hun levensweg.
Laten we bidden. Te rogamus audinos. Voor allen die de naam Maria dragen, voor alle moeders, voor de vele vrouwen werkzaam in onze kerk, dat de Heer hen allen mag zegenen en beschermen. Laten we bidden. Te rogamus audinos. Voor de zieken van onze parochie en van onze families en voor allen die ons in de dood zijn voorgegaan, dat zij nu met Maria mogen delen in de heerlijkheid van God. Laten we bidden. Te rogamus audinos. Heer onze God, al deze vragen en voorbeden die komen op in ons hart. Gij kent ze nog voor wij één woord hebben uitgesproken. Gij weet dat wij slechts willen bidden om uw koninkrijk in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Amen. Heer, laat deze offerande en onze toewijding alle menselijke kleinheid overstijgen en naar u uitgaan op het feest van Maria's ten hemel opneming. Aanvaard onze gaven als het antwoord op uw genade. Door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want op deze dag is de maagdenmoeder van God in hemel opgenomen. Zij is het begin, het beeld van de kerk der volleinding. Zij houdt de hoop in ons leven en is een troost voor het volk onderweg. Terecht hebt gij haar het bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op wonderbare wijze de moeder is geworden van uw zoon, de gever van alle leven. Daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Hosanna in excelsis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 terra, gloria tua. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Hosanna in excelsis. Domine Domini. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Hosanna in excelsis. Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij smeken u, door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gave hier die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, Paus Franciscus. In eenheid met onze bisschop Jozef. Verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren en van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof, gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij u. Hou hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij eeuwige en waarachtige levende God. Zo bidden wij u, met de maagd Maria die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht waar wij ook gaan, wees onze kracht. Neem deze gave van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in u geloven, uw volk. Uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede
dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker, bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij benijden tot gij wederkeert, dat gij gerezen zijt. Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd. Dit ongebroken vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig. Zoals geen genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is. Het heilige offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engelmachtige God om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap van deze vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed van u gezegend zullen zijn vol van genade. Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij en alle die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij, neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen en van alle anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk. Door Jezus Christus onze Heer, in hem hebt gij al wat bestaat geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar dan de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus.
lichaam van Christus. Het 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 lichaam van Christus. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. 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 Ook verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt wordt mijn geest om God mijn Verlosser. Zijn kus viel op zijn eenvoudige dienstmacht. Van u af prijst ieder geslacht mij zalig. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea. Is het wat hij mij deed, de machtige groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, anima mea Dominum. Behoefte geschenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met lege handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea Heer, wij hebben uw heilig sacrament ontvangen en vragen u op voorspraak van de heilige maagd Maria,
die ten hemel is opgenomen, breng ook ons tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer. Amen. Mag ik u allen dan nog zeker een zalige hoogdag toewensen op eigenlijk de mooiste dag van het jaar. Frank de Bozer mag zeggen dat het wil, maar de zon schijnt tussen ons en in ons hart. Omwille van dit feest van Maria, de moeder van Jezus. Want tussen moeders en kinderen is geen spel te krijgen. Het is bijna één en hetzelfde. Mogen wij in die zin dit feest vieren met elkaar vandaag. Mogen onze God ons zegenen en bewaren. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ite